postcode loterij. Ga me niet gelijk van jongen. Goedendag. Postcode loterij. Nou, hast. Nou. We van Omroep Friesland. Wat? Ja. Van waarom film je mij? Van het programma Heer. Ja. En we zien je daar altijd de vraag, wat hing het bij jou boven de bank? Wat bij mij boven de bank hangt? Ja. Waarom wil je het weten? Nou, voor de gezelligheid eigenlijk. Dat is een rubriek van het programma. Ja, dat is iets heel leuks. Wat er bij mij boven de bank ja? hangt. Ja? Ja. Mogen we dat misschien zien? Zeg, wie zegt dat jij van Omroep Friesland bent? Nou, als je wil, dan viel op de auto steen. Ja, dat zal me een reet roesten. Oh. Hey, ik ben Amsterdammer, hè? Maar ik heb een Duitse herder binnenlopen. Oké. Okay. Maar ze doet niks. Maar ik weet niet hoe ze reageert op die camera, dus... Maar die heb ik niet vast, dus dat is voor mij nog geen probleem. Ja, lul lekker. Maar je mag wel bij mij binnenkomen, hoor. Nou, super. Fantastisch. Dat hangt er boven mijn bank. Wauw. En wat is het? Weet ik veel, bij de Action. Okay. Het ziet er toch leuk uit? Ja, het is gezellig. Ja, en als ik het koud heb, ga ik even op de bank. En ja. Dan trek ik even de deken over me heen. En dan, ik heb niet eens een kachel aan hier al. Nee? Nee. En je komt uit Amsterdam? Ja. En hoe bevalt het in deze stritten in Drachten? Nou ja, ik was ooit in de Vries getrapt en die heb ik er weer uitgetrapt. En daarom hang ik hier nog. Oké. Okay. Dus. Ja. Ja, zo werkt dat. U was in de Vries getrapt en die heeft u er weer uitgetrapt? Die heb ik na 9 jaar weer uitgetrapt, ja. Oké. Okay. Ja. Wat ging er mis? Nou ja, je kan ook vreemd gaan natuurlijk, hè. Oké. Okay. En dan doe je 1 keer en dan lig je eruit. Ja. Dus. En zo ben je toch hing je hem leunen eigenlijk? Nou ja, weet je komt niet zo snel terug in Almere. Dat duurt wel 20, 30 jaar of zo. Dus daardoor zit je hier vast. Nou, ik leef nu alleen. Opa, die is net 8 september overleden. Die heb ik 15 jaar verzorgd. Oké, okay, dat is uw vader dan? Stiefvader. Oké. Okay. Oh ja. Ja. Die was gestikt in zijn eten, bijna 92 jaar. Och, zou die 10 maart worden. Jemig. Ja, en die heb ik de laatste 2... Ik heb hem 15 jaar in huis gehad, de laatste 2,5 jaar helemaal intensief verzorgd. Poepluis, katheters, eten, aankleden, wassen. Alles heb ik gedaan. Ja, en dan valt hij ineens weg en dat valt zwaar. Ja. Dus het voelt wat leeg, kan ik me voorstellen dan. Nou ja, dat zie je. Je komt in een leeg huis. Ja. Die hond is er wel, maar die praat niet tegen me terug, hoor. Nee. Dus het is wat een moeilijke periode momenteel. Ja, en dan komen de kinderen en de kleinkinderen binnen en dan roepen ze allemaal, ja, gelukkig nieuwjaar. Ik zeg, red op met je gelukkig nieuwjaar. Ik zeg, ik heb helemaal geen gelukkig nieuwjaar. Ze zeg maar de beste wens. Ik zeg, waait je stil. Maar dat gelukkig nieuwjaar hoeven ze mij niet te wensen. Oké. Okay. Dus... Nou, heel simpel. De beste wensen dan maar. Ja, nou voor jullie ook, hè.